Was Jan van Eyck een genie? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Jan van Eyck creëerde in de eerste helft van de 15e eeuw een totaal nieuwe visie op de realiteit die de westerse kunstgeschiedenis tot vandaag zou beïnvloeden. Die nieuwe visie was eigenlijk gebaseerd op drie aspecten. Ten eerste zijn techniek, ten tweede zijn observatievermogen en ten derde ook zijn kennis. Wat die techniek betreft, men dacht vroeger dat hij de uitvinder was van de olieverfschilderkunst, maar we weten nu dat dit eigenlijk niet zo is. Hij heeft die techniek wel enorm verbeterd. Onder meer door middelen toe te voegen aan de olie, waardoor de olie sneller droogde en handelbaarder werd. En daarmee bedoel ik dat hij zowel transparant kon werken als glanzend, als alle overgangen daartussenin. En we kunnen dat heel goed zien in een vergelijking met een werk van de vorige generatie, gemaakt rond 1400. Melchior Broederlam werkt ook al in olie, maar werkt nog eigenlijk in een verouderde techniek, waarbij hij de weerkaatsing van het licht weergeeft met dekkende streepjes. Bij Van Eyck daarentegen zien we dat het licht verglijdt. En dat is precies door die nieuwe olie die hij gebruikt als medium. Die technische innovatie is zo radicaal dat ze werkelijk geniaal kan worden genoemd. Ten tweede had hij een ongeëvenaard observatievermogen. Wat zeker eveneens geniaal is te noemen, hij bestudeerde namelijk hoe het licht zich in de werkelijkheid gedraagt. En dat met een pre-wetenschappelijke attitude, met de bedoeling om inzicht te krijgen in de natuur en kennis te verwerven. En daarbij had hij ook een bijzondere oog-handcoördinatie, waardoor dat hij eigenlijk wat hij observeerde ook met heel grote precisie met die olieverf op paneel kon realiseren. En daarmee kon hij allerlei texturen van allerlei verschillende materialen weergeven. We denken aan houtsnijwerk, verschillende metaallegeringen, flora die hij bekijkt met een botanische interesse. En zelfs iets van de moeilijkste dingen om te schilderen, water. Water is hier weergegeven door middel van reflecties. En een detail in het Lam Gods, namelijk het water dat in de fontein stroomt, toont zijn observatievermogen. Wanneer we met hedendaagse technologie in vertraging, in slow motion, kijken naar druppelend water, dan zien we dat dat water, wanneer het neervalt, concentrische cirkels vormt, opspat, een bolletje vormt en dan terug neervalt. Wij hebben daar moderne technologie voor nodig. Van Eyck kon dat met het blote oog observeren en gaf het weer. Een derde aspect van zijn genialiteit is zijn kennis. We kunnen hem eigenlijk vergelijken met die andere beroemde kunstenaar, ongeveer een eeuw later, Leonardo da Vinci. Van Eyck was de eerste geleerde kunstenaar in het noorden, een pictor doctus. Hij was op de hoogte van natuurwetenschappen, die alchemie, daarvan getuigd zijn experimenten met die olie. Anderzijds optica. En dan moet hij ook duidelijk op de hoogte geweest zijn van theologische discussies in zijn tijd. Er bestaan bronnen die wijzen naar die geleerdheid van Jan van Eyck. Sinds 1425 was hij in dienst van de Bourgondische hertog Philips de Goede. En de hertog schrijft in een van zijn brieven dat hij zijn uitmuntendheid bewonderde in kennis en kunst. De oudste literaire bron van kort na de dood van Jan van Eyck is van een Napolitaanse humanist, Bartolomeo Fazio. En hij schrijft dat Jan van Eyck de beste kunstenaar van zijn tijd is, maar tevens op de hoogte is van de antieke auteurs en dat hij zeer goed bedreven is in de zeven vrije kunsten, de artes liberales, wat de basis was
in het middeleeuwse universitaire onderwijs. En Fazio zegt, hij was vooral bedreven in geometrie. De laat-middeleeuwse geometrie was vooral gebaseerd in die artesopleiding op de optica van de visuele waarneming. En dit was gebaseerd op een tekst van een Arabisch geleerde uit het begin van de 11e eeuw, die rond 1200 in het Latijn wordt vertaald en zo ingang vindt in het Westen. Het is bijzonder natuurlijk dat de kennis van in de late middeleeuwen enorm wordt verrijkt op het gebied van wiskunde en fysica door de integratie van Arabische kennis. De auteur wordt in het Westen Al-Ghazan genoemd en zijn geschrift De Aspectibus of Perspectiva. En daarin heeft hij het over drie manieren van waarnemen. Ten eerste de optica, het is te zeggen de directe waarneming. Ten tweede de reflectie van licht in vlakke spiegels, in holle en bolle spiegels, dus concave en convexe spiegels. En ten derde de refractie van licht, het is te zeggen hoe licht breekt in transparante materialen zoals glas en water. Die kennis werd in de 13e eeuw opgepikt door theologen en gesystematiseerd in heldere stellingen, geherformuleerd, waardoor het heel toegankelijk werd om te doseren aan de universiteiten. Die theologen interpreteerden die teksten ook op een christelijke manier en gaven er als het ware een spirituele dimensie aan, een metafysische dimensie. Want uiteraard, voor christelijke theologen stond God centraal in alles in hun wereldbeeld. Naar het einde van de 13e eeuw toe zien we bijvoorbeeld een theoloog, Pierre de Limoges, die een verband legt tussen het spirituele zien en de optische waarneming. En hij gebruikt eigenlijk nog steeds die inzichten van Al-Ghazan. Hij stelt dat we tijdens het leven reflecties zien van de werkelijkheid, dus vaag en vervormd. Na de dood zien we volgens de wetten van de refractie van het licht, dus indirect. En pas na de heropstanding zullen we oog in oog komen te staan met God, dus de directe waarneming. En daarmee biedt men eigenlijk een oplossing aan een eeuwenoude vraag die al door de kerkvader Augustinus in de 5e eeuw werd gesteld, namelijk hoe kunnen wij als stervelingen ooit God waarnemen? In de loop van de 14e en 15e eeuw ontwikkelt die kennis zich verder en verspreidt zich onder de bevolking, in de volksliteratuur, in preken, ook in de kunsttheorie. En wordt daardoor vrij algemeen bekend. We kunnen stellen dat de Italiaanse renaissance met de uitvinding van het lineair perspectief eigenlijk een vereenvoudiging is van die optica van de visuele waarneming, namelijk een reductie tot het directe zien. Terwijl Jan van Eyck die optica, die waarneming in al zijn complexiteit integreert in de schilderkunst, met daarbij die metafysische, die spirituele gelaagdheid. Het doel was uiteraard door waar te nemen, kennis opdoen over het wezen van God, inzicht krijgen in de schepping. Als we een voorbeeld nemen, dan kijken we naar de beroemde spiegel in het dubbelportret van Arnolfini in de National Gallery in Londen. Die spiegel is een convexe spiegel waarin we de scène die we zien in het schilderij weerspiegeld zien. Maar we zien meer, we zien ook de wereld buiten het schilderij, het is te zeggen de wereld van de toeschouwer. Zo zien we ook een raam dat we niet kunnen zien in het eigenlijk schilderij, maar dat wel weerspiegeld is. En we zien mensen binnenkomen die zich in de ruimte bevinden van de toeschouwer. En alles is vervormd
volgens de wetten van de weerkaatsing in convexe spiegels, namelijk volgens de curvatuur van die spiegel. Een veel ingewikkelder voorbeeld is eigenlijk de ridders van Christus. Die dragen een glimmend harnas, in metaal uiteraard, waarbij we de vlaggenmast die de voorste ridder torst weerspiegeld zien, gebroken in de borstplaat van het harnas. Terug volgens die wetten van weerspiegelingen in convexe materialen. En op zijn schouderplaat zien we ook een weerspiegeling van de werkelijkheid, weer de wereld van de toeschouwer die in het schilderij wordt geïntegreerd. Anderzijds draagt hij een concaaf schild, een tornooischild. En daarin zien we een reflectie van de ramen van de oorspronkelijke kapel waar het Lam God zich bevond, de Feitkapel. Maar aangezien dat die ramen zich verder bevonden van het oppervlak van dat spiegelende schild dan het brandpunt, is volgens de wet van de reflectie het beeld geïnverteerd omgedraaid. Dus Van Eyck kende zeer goed die basisprincipes van optica. Hij was ook op de hoogte van refractie van licht. En dat zien we bijvoorbeeld in de scepter die de godsfiguur torst in het Lam Gods. Een scepter van bergkristal, een zeer helder, transparant materiaal waar het licht in opvalt en bijna volledig in doordringt, een interne reflectie kent en een tweede refractie aan de keerzijde van de scepter en er komt veel licht buiten. Daarboven wordt er ook een brandpunt gevormd op de hand van de godsfiguur. Refracties in glas en water zien we ook in karaffen. En die zijn in verband gebracht terug met die spirituele interpretatie van refractie van licht. Namelijk, licht door water refracteert zonder het te bezoedelen zoals de maagd ook zuiver bleef. We kunnen dus inderdaad stellen dat Van Eyck een genie was. Hij bezat kennis, hij had een enorm observatievermogen, hij vernieuwde de techniek op een radicale manier. En we kunnen dit vandaag veel beter nog bestuderen aan de hand van de zeer hoge resolutie digitale opname waarover we beschikken. En we hebben de laatste jaren ontzettend veel kennis kunnen opbouwen aan de hand van de restauratie van het Lam Gods dat nog enkele jaren zal lopen.